This is Jon Snow. He's king in the north. Welkom bij NL Series. Dit is alweer aflevering 3 van de reviews van Game of Thrones. Naast mij zitten weer Bas. Hoi. En Sun. Hallo. En we gaan weer verder met het bespreken van deze serie. En eigenlijk, het is alweer aflevering 3. Ja, het gaat snel. En ik begin weer met dezelfde vraag. Eerst een algemene vraag is het altijd van, hoe vond je deze aflevering? Weinig Tarly's. Ik telde er maar 2. We zaten vorige week de hele tijd. Dus lopen niet liegen, niet liegen Bas. We zaten er 3. Ja, 3? Ja, 3. Sam ook. Die heb je ook nog. En ik blijf erbij dat er ook gewoon Tarly troepen bij zaten. Maar dat wordt door hun bestreden. Ja, ik heb ook Tarly's in King's Landing gezien. Ja. Nee, maar ik vond het een... ik vond hem goed, maar toch een beetje tegenval. Okay. Als ik naar die trailer keek, dan dacht ik echt Casterly Rock. Nou ja, we gaan natuurlijk later erover hebben waarom dat niet zo kon zijn. Maar dacht ik toch meer pit. Als je ervan uitgaat dat die zeeslag van Euron meer tijd had, meer schermtijd had dan de slag om Casterly Rock. Dan zit ik toch een beetje van Ja, oké. Okay. Liever niet. Maar over het algemeen, ja. Oké. Okay. En jij, Sven? Ik ben het wel met Bas eens dat er iets te weinig actie... Maar misschien te veel lekker gemaakt door de trailer van vorige week. Dat het daardoor komt, dat we helemaal geen trailer hadden. Dat de teleurstelling dan misschien wat minder was. Het verhaal was wel heel sterk. En ja, ik moet zeggen, ik vind zelf verhaallijn vind ik wel ook altijd heel fijn. De dialogen vind ik heel sterk deze aflevering. Dus daar kan ik altijd wel van genieten. Maar qua actie, ja, minimaal inderdaad. Misschien bewust dat die slag om Casterly Rock juist... met de sister is afgelopen, omdat het ook een truc was van Jamie. Maar ja, had wel iets meer actie in gemogen. Maar hopelijk sparen ze het een beetje op voor de laatste. Maar ja, dit zijn nu al 3 afleveringen. Ja. Dus wie weet. Hopelijk voor het volgende seizoen wordt het echt... Weet je, ik vond eigenlijk van Casterly Rock nog op zich wel leuk uitgevoerd. Omdat je zag helemaal wat het plan was en uiteindelijk hoe ze het dan helemaal uitvoerden. Ja. Wat mij de grote teleurstelling was wel de Tyrells. Dat was echt van, zag ze amuseren. Nou, we kregen een soort seats. En het was gewoon boem, zwaar binnen. Dus dat is toch zeker waar. Want als je de Casterly Rock vond tegenvallen, de Tyrells zag je letterlijk geen enkele slag gebeuren. Nee, dat is zeker waar. En de vraag is nog even, Olena, vraagt ze, hebben ze nog een beetje teruggevochten? En dan zegt hij, ja, ze hebben het best gedaan. Voor zover je het kon verwachten. Ja, dus dat geeft aan dat een, dat vond ik wat jammer. Maar ik vind daarentegen, dat geef ik ook het zin duidelijk, de verhaal... die er ondertussen speelde, die vond ik heel sterk. Dat vond ik de sterkste aflevering qua verhaal. Toch wel. Zeker de dynamiek, maar dan gaan we zo meteen op verder met Jon Snow, misschien wel Tyrion en Daenerys. Ik denk dat dat een 3-1-1 was. Maar oké, laten we gewoon weer per regio doen. Dat vond ik toch het meest duidelijke. Ja. We beginnen met gelijk al Stormborn, dus met... Dragonstone. Ja, laten we daar gewoon mee beginnen. Daar begint ook het seizoen mee. Jon Snow komt binnen. Ja. Met Davos, moet ik zeggen. Heerlijke vent. Ja, die maakte... Wat een vent is dat, zeg. Ja. Heerlijk nuchter altijd. Ja, ik denk een van de sterkste scènes vond ik zelf de introductie. Ja. Dat is echt... dat zijn die hele rits naar die titels. Een hele minuut hebben ze nodig om Daenerys aan te komen. Ik zat ook inderdaad, en het is waarschijnlijk ook wel wat ze wilde bereiken. Daarmee zat ik na een tijdje ook wel een beetje van, Ja. Ja, en dan kom je. Ja, dit is Jon Snow. Ja. King of the North. Ja. Dat is wereld. Meer hoef je niet te weten. Nee, dat is het. Ja, en dat is, ik denk dat dat een heel interessant, een beetje stopwoordje tegenwoordig, interessant heb gemerkt. Maar wat toch wel bijzonder was, laat ik dat zeggen, is natuurlijk de interactie tussen Danny en Jon Snow. Dat het toch twee hele verschillende manieren is. Zij claimt dat ze een recht heeft vanuit haar geboorte, terwijl hij gekozen is. Ja, autoriteit heb je gewoon vanuit zijn daden gekregen. Terwijl zij ook allemaal haar goede daden heeft gepleegd. Uiteindelijk, zij claimt het via haar naam, maar uiteindelijk heeft ze het ook door haar daden voor elkaar gekregen. Nou, de rest van die titels, hè. Alleen dus eigenlijk als Queen of the Seven Kingdoms, dus niet, die claimt zij te erven. Maar die andere, Breaker of Chains, Mother of Dragons, die heeft ze dus eigenlijk wel verdiend, zou je kunnen zeggen.
Maar dat zien andere mensen niet op die manier natuurlijk. Nee, nee, zij is voor eigenlijk heel Westeros vrij onbekend. Een buitenlander. Heeft gedaan. Ja, Foreign invader. Ja, zij wordt gezien als het grote gevaar. Ja. Zo in ieder geval Cersei zegt dat. In de vrije leven. Ja, dat wordt nu toch nog steeds... Er luisteren vrij veel mensen naar Cersei. Ja. Dus. Nee, wat vond u verder nog opvallen bij Dragonstone? Iets waar je denkt van, nou, dat vond ik echt bijzonder. Dat gesprek tussen Jon Snow en Tyrion vond ik wel leuk. Ja. Nou, leuk. Je kon toch wel merken dat ze allebei, dat ze toch meer met elkaar gemeen hadden. En dat ze elkaar toch wilden helpen. In ieder geval dat Tyrion Jon heel erg wilde helpen met... Ja, ik vond dat in ieder geval de rol van Tyrion heel belangrijk. Die is echt de mediator tussen die twee. Zeker, absoluut. Je merkt dat Jon inderdaad niet echt het gevoel heeft hoe je moet praten met... En ik vond dat toch de houding van Danny, dat hij toch heel snel aan het draaien is. Ik vind het steeds interessantere persoon worden. Dat kon je wel zien. Ja, ze liggen elkaar niet zo 1, 2, 3 natuurlijk. Ja, dat is een beetje het vaak. Zoals ze elkaar juist leuk vinden, dan krijg je dat vaak. Hè? Dat lovers elkaar eerst een beetje... Dat zou natuurlijk wel het logisch. Dus, of tenminste, het zou het best in het verhaal passen als zij samen gingen. Ja, en ik merk vooral dat je ziet dat haar houding heel snel draaien. En zelf van Jon ook wat gematigder worden. Toen hij wegging, dat hij toch blij was dat hij... Denk ik dat Jon daar te naïef voor is. Ik denk dat hij gewoon echt puur daarheen ging voor... Ja, ik heb Dragonglass nodig. Dat is zeker. En ik wil meteen weer terug. Maar dat klopt. Maar ik zag ook wel dat hij op een gegeven moment... dat hij toch toestemming kreeg dat hij dat... Nee. Ja. Dat had hij niet verwacht. Nee. Jij hebt gepraat met Tyrion. Ja, ik denk dat het... Omdat hij... sinds zijn komst eigenlijk alleen maar teleurgesteld was. Hij werd eigenlijk meteen al in een hoekje gedreven. Dus hij dacht eigenlijk, wat doe ik hier? En dan is het een hele verrassing als hij toch nog wel zijn zin krijgt, zeg maar. Ja. Dus dat was wel... Wat ik wel mooi vond, is dat hij niet toegaf aan Daenerys. Ja. Nee, kon je ook niet maken. Maar ook niet van plan was om maar enigszins tegemoet te komen. Nee, maar... Dat vond ik wel mooi, eigenlijk. In zekere zin kon hij het ook helemaal niet doen, want hij heeft de autoriteit natuurlijk gehad van de Northern Lords. Dus hij kon niet zomaar zelf zeggen van, nou, ik ga Ben niet zonder overleg. Ik ben er nou toch, weet je. Ja, dat denk ik niet dat de Northern Lords überhaupt dat hadden gekregen. Ja, aan de andere kant, hij claimt ook alleen maar de North. Dus hij zou er niet echt iets op verliezen. Alleen als, maar de North. Oppervlakte van een derde van Westeros. Nee, maar het grootste gedeelte. Ja, wel, maar uiteindelijk had hij er niks, zou hij niks om verliezen. Hij had niet minder land als hij dus wel... Hij zou nog een titel erbij krijgen. Ja, precies. Alleen zou alleen geen King of the North meer kunnen zijn. Dat is het enige. Maar ik denk ook niet dat hem dat heel erg interesseert eigenlijk. Nee. Dus hij had op zich wel kunnen toegeven, maar dat doet hij dus bewust niet. Ik denk dat de Kings of the North ook niet echt blij zouden zijn als hij er niet... Want het is toch een trots van hij is de King of the North. Dat is zeker waar. En nou is het een lapdog of King's Landing. Nou ja, maar ik bedoel eigenlijk van, je had het ook een beetje net als een beetje aan het eind van vorig seizoen als Yara bij Daenerys aankomt. Daar vragen ze dus eigenlijk om alleen maar van haar eigen gebied de leider te zijn. Ja. En ze krijgt dat al. Ja. Meteen vanaf het moment dat ze er is. Dus op bewijs van spreken als Jon dat ook had gedaan, had hij waarschijnlijk ook meteen zijn zin gekregen. Niet dat hij dat weet van tevoren. Maar dat had hij waarschijnlijk dan wel eventueel gekregen. Ja, hij mocht zo'n Word of the North, had hij nog, dat had hij niet. Dat was hij leuk. Ja. Maar even kijken, dus laten we gewoon doorgaan naar het volgende gebied. Anders gaan we... En dan doen we gewoon King's Landing gelijk. Hoppa. En ja, het is die parade, dat natuurlijk Joran natuurlijk binnenloopt als een soort rockstar. Ik vind dat zo'n vreselijke vent. Hij speelt hem zo goed. Ja, dat ik kan hem nou al niet uitstaan. En het mooiste is natuurlijk dat hij met Jamie, dat hij natuurlijk helemaal in de zijk... Dat gaat nog een keer. Want... Ja, die gaat... Zo, Jamie bijna... Je zag hem toen al bijna van, ik krak je kop van je rond. Maar... Ja. Dan weet ik niet eens of hij het wel wint, hoor. Nee, denk ik niet. Ik denk dat Jamie dat niet zou winnen. Nee. Dat is een gezeerde vraag. Als hij allebei zijn handen nog had, misschien wel. Maar ja, dat is zeker, natuurlijk... Ja, maar die is natuurlijk zo gemeen, jongen. Die is een gemene vechter, dus... Dat wordt helemaal moeilijk. Nou ja, en dan wat ik... dan ga ik toch even je mening ook gelijk over vragen. Over de Iron Bank. Het is wel interessant dat die zijn intrede weer deed na zoveel seizoenen. Ja, dus ik, is een beetje uit het oog verloren. Maar die zijn nog wel, die hebben dus ook nog wel iets te mengen in de Seven Kingdoms. Ze zijn een hele belangrijke speler. Alleen ze houden ze een beetje. Nou ja, volgens mij is het gewoon heel simpel: zijn een schuldeiser. Ja. En degene die terugbetaalt, die heeft de loyaliteit. En een leger draait op geld. Ja. Nou, hebben zij al zoveel schuld. Ik denk dat ze nog wel een paar stukjes schuld erbij kunnen krijgen. Maar als je niet terugbetaalt, dan krijg je hun er ook nog bij. Ja, en het is wel duidelijk dat de Tyrells zijn gesneuveld vanwege het geld dat ze hebben. Ja. Dat zag je nog wel in. Ik vind het wel jammer dat de Tarly's er zo makkelijk toch van... Ja, mijn naam betekent iets, et cetera, et cetera. En dan toch... Ja, ze zijn ook zonder blik of blozen. En dan toch staan ze daar met hun twee een beetje mooi op een paardje.
Ja, plus de mensen, misschien die andere Tarlys die gewoon andere uniformen hebben. Die undercover Tarlys die daar stonden op het einde inderdaad, je weet het niet. Nee, maar blijkbaar is hij toch gevallen voor foreign invaders. Het zijn allemaal buitenlanders, wat komen ze doen? In iets waar Randall Tarly een gigantische hekel aan heeft. Ja, dat was duidelijk, dus dat vindt hij heel belangrijk. Dat moet de doorslag zijn geweest. En daarnaast heeft hij natuurlijk ook een beloning, krijgt hij, want hij krijgt de titel van de Tyrells. Warden of the West. Dat ziet hij denk ik wel zitten, ja. Of zijn zij Warden of the South? De Lannisters. Warden of the Reach is het toch, dacht ik. Ja, maar ik weet niet of Dorne ook een Warden-positie heeft. Van Dorne is een tijdje. Nee, maar Dorne is een Princeton. Dat is apart. Ja, daarom. Ja. Dus dan zijn zij misschien Warden. Of ja, maar, dus, ze zijn anders ze allemaal Lords. En zijn, die anderen zijn de Prince. Dus ja, Martell zijn Prince. Prince Doran, et cetera. Dat ze getrouwd zijn met de Targaryens ware tijd. Ja, nee, maar zij zijn ook als enige nooit echt veroverd. Nee, ze zitten erbij aangesloten tijdens... Met een huwelijk en daardoor. Ja. Oké. Okay. Hey, even kijken, nog even terwijl ze even het einde natuurlijk even met Olenna. Sterk. Vond, ja? Toch nog een sterk einde. Nog eventjes een beetje een laatste stootje uitdelen. Even dat messteekje. Ja. Maar die had ook echt wel indruk gemaakt op Jamie. Dat ze elkaar wel respecteerden. Ja, tenminste, hij respecteerde haar. Haar wel tot het einde natuurlijk. Ja. Toen voelde hij ze zoveel als de messteek die in een korte tijd. Maar ook in de dialoog was er nog best wel eventjes heen en weer. Vond ik wel prachtig. Zeker op het moment dat hij slim denkt te zijn. Dat hij echt van, van je fouten leer je. En dat zij dan zegt van, zo, maar dan ben jij nu zeker heel slim. Ja. Dan ben jij wel een wijsman. Mooi. Ja, zij is wel de sterkere van de twee. In het gesprek. Ja, absoluut. Maar dat merk je in de hele serie door. Zij, elke keer met wie zij ook een dialoog heeft, komt zij nagenoeg altijd als winnares uit. En dat ze hem ook... Dat hij haar beschermde door al die pijnlijke executies zo weg te halen. Ja. Beetje gif en dan, oh ja, trouwens, ik heb je zoon vergiftigd. Hele... Zeg je het even tegen Cersei? Ja, vergeet dat niet. Dus dat was wel, en daar kon hij ook niks meer aan veranderen. Nee, ze ging toch al dood. Ja, en hij had toch wel, hij had eigenlijk gewoon, hij merkte duidelijk dat hij daar verloren had. Dat zag je wel. Ja, dus dat is, eigenlijk heb hij, ondanks militaire overwinningen, heeft hij eigenlijk heel veel verloren deze aflevering. Hij heeft meer verloren dan gewonnen. Dat kun je ook met Jorn zeggen. Die heeft in feite ook best wel een plaagstootje gegeven. Jorn, dat wordt nog een keer zijn dood, denk ik. Ja, dat gaat nog gevecht. Ja. Oké, dan gaan we gelijk een beetje naar het westen toe. Dan naar Oldstown. Dat is toch mooi. Sam. Ja, dat vond ik toch mooi. Dat was wat minder, eigenlijk wat minder vies als de voorgaande aflevering. Ja, dat is inderdaad voor de eerste nu. De eerste keer dat we naar Oldstown gingen geen pus, bloed of dus dat is, excrementen tegenkwamen. Ja. Dus dat vond ik wel goed. Ja, en uiteindelijk die opdracht, dat hij al die oude manuscripten moet gaan doorlezen. Dat zijn geheid boeken waar hij wat aan heeft. Ja, dat is even ook, denk ik, van de en nu overduidelijk gewoon de terugkomst van Ser Jorah. Ja. Dus dat kan niet missen. En wat zal zijn rol worden? Adviseur. Al gewoon terug naar zijn oude rol, dat kan niet anders. En hij is nu relatief dichterbij. Dus is weer een probleem om weer te komen. Dat kan heel interessant worden. Ze vinden het ook niet erg als hij komt. Nee, Jorah, die kan natuurlijk meegaan met Danny in het gevecht, of... Misschien gaat hij wel mee als vertrouweling namens Danny samen met Jon Snow om te kijken of het waar is. Dat zou ook nog kunnen. Voorbij de muur. Omdat zijn vader heeft... Kom uit de North. Die was Lord Commander. Dus hij heeft daar... Ja, maar sowieso de familie komt van Bear Island. Ja, overduidelijk North inderdaad. Dus wat dat betreft zal hij daar niet zo snel een moeite mee hebben inderdaad. Dus of hij met die missie... Want je ziet nou duidelijk dat er een missie gaat komen dat ze naar het noorden toe gaan. Dat wordt langzaam nu al... Nou heeft hij trouwens met niks een probleem als het uit haar mond komt. Dat is zeker waar, ja. Nee, ze zou kunnen zeggen spring van een cliff en hij zou denken, nou oké, weet je. Het zal wel, ja. Dat zou hij denk ik wel doen, ja. Nee, dus, maar daar, dus dat is wel interessant hoe die... Maar, op de weg terug... Ja. Gaat hij die Lannister troepen zien, want daar wordt het toch wel een beetje op neergedrukt. Want hij het via Oldtown, dan ziet hij natuurlijk dat de Reach een beetje in een aparte situatie zit. En dan Danny. Hij kan door even doorgeven, let op, dan gaat een heel leger. Er loopt daar iets. Die loopt natuurlijk, dat gaat niet zo snel. Nee, als je zag hoe snel ze liepen, dan zijn ze over 5 jaar nog niet bij kinderen. En het open veld natuurlijk. Ja, open veld. Waar we nu een paar afleveringen niet over hebben gehad, maar wat overduidelijk de Dothraki? Die kunnen pakken. Gaan die nu weer voor het eerst sinds zoveel afleveringen wat actie laten zien? Ja, dat is natuurlijk de grootste slag die gaat komen. Het probleem is wel dat de Lannisters heel veel speren hebben. Speren en paarden gaan niet goed samen. Nee, het zal wel een bloederige strijd worden. Nee, maar stel, dat is tactisch gezien. Gaan ze natuurlijk een carré maken om dat tegen te houden. Maar dan komen er die draken. Dus die heeft ze ook nog.
Dus je kunt één beurs kan je zo'n hele rekenpot maken. Feel the fire. En dan heb je gewoon een gat. Op zich heb je hun niet eens nodig. Je hebt een draken al. Precies, maar dan heb je dus een gat. Dan is je lijn kapot. En dan is nog wat ik hoop, wat niet gaat gebeuren. Maar dat een Sullied dan die komen. Ik denk dat die even dat die langzaam lekker terugkomen thuis komen lopen. Want als je kijkt naar de snelheid waarmee mensen tegenwoordig kunnen rennen, dan zouden ze nog best wel eens van, oh hey, ben er ook nog. Ja, die zijn er gewoon een ene. Ja, hey, daar heb je ze. Dat, ik zie dat niet gebeuren. Nee, dat gebeurt niet. Nee, ik denk dat dit gewoon Danny's momentje wordt met haar draken. Mag ook wel, ze heeft nog niks kunnen winnen. Nee. Alles wat ze tot nu toe heeft gedaan. Wat haar seizoen zou moeten zijn, dat is niet best wel tegengevallen. De eerste drie afleveringen ging alles fout. Nou ja, maar weet je wie seizoen tot nu toe wel is? Dat ga ik gelijk naar het noorden toe. Sansa's. Ja. Want die, die wordt langzaam sterker, ja. Als toch zo'n echte leider. Ze slimme meid. Ja. Ook hoe ze kijkt naar het voedsel, hoe ze kijkt naar de bepansering. Ja. Zit daar wel leer op? Van nou, wat je daar aan denkt, joh. Ja, dat was even een hele. Ze verbaasde ook juist de mensen die er juist over moeten nadenken. Oh, ja. Dat is nog het meest verrassende natuurlijk. Ja. Vooral voor die mannen. Mm. Ja, en dan zijn eigenlijk toch twee mannen die natuurlijk uit Noorden optreden. Ik begin eerst maar met Littlefinger. Mm. Ja, ik blijf zeggen dat hij een zwakte. Nou ja, we weten dat hij een zwakte heeft voor haar. Ja. Maar dat je het steeds duidelijker ziet. Maar jij hebt daar iets anders aan. Ja, ik denk juist dat die gigantisch spelletje aan het spelen is. Dat hij echt zijn rol aan het doen is. Hij doet altijd, probeert hij te vissen naar wat je wil. Op een gegeven moment, als hij zijn wil gaat vertellen naar je. En er wordt duidelijk opgetreden. Dan zakt hij weer een beetje terug. Laat hij zijn zwakte zien. Tenminste, zijn zwakte laat hij dan zogenaamd zien. En uiteindelijk krijgt hij toch wat hij wil, krijgt hij voor elkaar. Wat hij wil is nu op dit moment een beetje giswerk. Maar ik denk dat hij nu wel sterk terugkomt in wat hij voor elkaar denkt te boksen. Ja, hij komt of heel sterk terug of hij gaat dood. Ja, dat kan anders. Nee, ja, dus blijf ook Game of Thrones. Maar ik zie wel jij gaat weer de kant van dat hij meer dat hij sterker wordt komend seizoen. Ja, dat hij na al die jaren van mensen manipuleren, dat hij nou eindelijk een beetje... Ja, en dat denk ik gewoon, omdat natuurlijk, dan gaan we gelijk naar de tweede personage die is binnengekomen. Mm-hmm. Dat is de Three-Eyed Raven, Ren. Ja. Die kan natuurlijk dingen zien. Onze emo. Ja, maar die kan ook dingen zien die Littlefinger heeft uitgespookt. Ja. Dat kan zijn ondergang zijn. Dat kan zijn ondergang worden. Want die kan dan zien één ding wordt het allerbelangrijkste. Precies, het verraad van Ned. Ja, en dat weet hij. Als dat naar buiten komt... Nou ja, hij zei ook, ik moet met John praten. Dat kan dus heel veel betekenen, want hij heeft flink wat op zijn kerfstok. En het hoeft niet alleen over hem te gaan. Nou, het is zelfs zo interessant. Misschien zie je die scène, ik weet niet of dat in het voorstukje zag, dat die dolk van Littlefinger. Kwam dat niet in de... Weet ik niet meer, zou kunnen. Volgens mij. Wat dan interessant is, uiteindelijk is Littlefinger die heeft geprobeerd om Brand te vermoorden. Klopt. Ja. Klopt. Dat heeft hij ook gezien. En dat weet Brandy ook. Dus en misschien weet... Brand weet, zover wij nu weten, weet Brand alles. En nu is de vraag natuurlijk of Littlefinger op een gegeven moment doorheeft wat de capaciteiten zijn van Brand. Nee, want ik denk dat niemand weet wat een Three-Eyed Raven inhoudt. Ja, maar dat is de vraag hoe snel dat... zelfs als ze dat wisten, zouden ze niet kunnen begrijpen, bevatten. Maar dan kan Littlefinger wel denken, hé, hij wordt gevaar voor mijn plan. Dus hij was nog een keer geprobeerd te vermoorden. Maar dat kan Brand ook zien. Ja, daar zit een, kan een spel komen. Dat, zo, dat kan nog wel. Dat is wel een hele goede inderdaad. Ja, dat kan je dan oneindig blijven doordenken. En je weet pas wat er gebeurt. Brand zou dan ook de perfecte adviseur zijn voor Daenerys. Gaat hij niet doen, want dat is helemaal niet zijn rol. Nee. Maar het zou wel fijn zijn. Dat weet je niet. Misschien, zou via Jon... Ja, ik zei vorige keer al, ik denk dat hij de Merlin van deze reeks is. Ja, dat sowieso. En ja, dat is uiteindelijk... Is dat en dan heb je natuurlijk nu die hele theorie van dat hij terug in de tijd ging om zichzelf te vertellen dat hij de Three-Eyed Raven was, om dan terug in de tijd te gaan, dat hij ook Brand the Builder was. Ik hoop niet dat ze dat gaan doen, want dan wordt het heel vermoeid. Dan is denk ik de hele serie in één keer in de knop. Dat hij ook Brand the Builder is en dat hij ook de Night King... Nee, dat vind moet ik zo ver gaan. Als ze dat allemaal gaan doen, dan is het schijnt. Ja. Misschien is het wel Tarly. Ja. Hey, jongens, we hebben een gekke Tarly. Tarly. Misschien is het wel Tarly. Ja, even... hebben jullie alle regio's volgens mij weer gehad? Alleen Casterly Rock die natuurlijk onder is gelopen. We zijn nog één belangrijk dingetje vergeten over de Martelletjes. Ja, oké. Dus dat is Kingsland. Ja, laten we die twee toch even nog van tevoren halen. Ja. Nou, kijk, Casterly Rock hebben we natuurlijk gezien. Dat was natuurlijk met Tyrion's. Meteen aflopen. Ja. Was niet een heel lange veld. Ja, dat was even interessant. In het begin, ik weet niet, een van jullie twee zeiden van dat...
als Tyrion aan het vertellen is, dat het helemaal niet gebeurt. Ja, dat is zo. Ja. Ik dacht ook, het is om tijd, zeg maar, om een afleiding, zodat die anderen erin konden. Nee. Maar nu dat jij het zegt... Ja, het was meer van dat Tyrion vertelde van, ja, we Casterly Rock, je kan hem gewoon aanvallen frontaal. En ja, want je zag het, dat al die soldaten met die ladders, ja. En er vallen vele doden, dat zei hij. En toen viel het stil, en toen vertelde hij van dat hij het hele riool heeft gemaakt en dat hij dus eigenlijk stiekem een achteringangetje weet. En die gaan ze uiteindelijk toen doen. Toen ik het nog een keer zag, toen dacht ik, dat was een goede vraag. Ik dacht ook dat het de ene frontale aanval was en ondertussen stiekem insluipen. Want dat zie je wel vaker, van dat is een soort afleidingsmanoeuvre, maar ja, ze weten natuurlijk niet eens dat het gat er zit. Dus. Eigenlijk is het moment dat je het goed beseft, is... als gewoon de poort al gewoon open gaan. Ja. Want dan hoeven ze helemaal niet met die ladders te komen. Nee. Die poorten worden ook open gedaan door degene die dus achterom komen. Klopt, het was een verrassingsaanval. Het was niet in de frontale aanval. Ja. En wat mooi was, dat hij zei dat hij die tactiek had van een goede vriend van hem. Ja, van Bran. Seizoen 1 is dat helemaal zelfs. Ja. Dat is een tijdje terug. Give me 10 men. Ja. En nou I'm pregnant. Dat was een hele goeie. Dat is mooi onthouden. Een van de weinige quotes en die dat weer, is anders mooi, omgaan. Want Jamie heeft dan een tactiek overgenomen van Rob. Ja. En Tyrion heeft een tactiek overgenomen van Bran. Ja, zo leren de lezers nog eens wat. Dus zo leer je van je fouten. Ja, allebei. En dat is wel zwaar over elkaar heen. Dat was een hele dubbel, dat was een heel gelaagd. Daar vond ik het wel een goede zin. De ene was om de lenners uit te schakelen, en de andere werd gedaan. Maar dat is sowieso, vind ik, zo sterk van Game of Thrones. Dat er altijd wel iets achter ligt. Het is niet recht toe, recht aan dat er iets gebeurt. Er zit nee, altijd dat wel probeert iets het Noorden altijd. En dat loopt nooit goed. Gewoon vechten voor vrijheid en voor gerechtigheid. Er zit gewoon een heel scherp stukje politiek in. Ja. Dat moet je heel goed beseffen. We hebben nu de vierde King of the North als wat derde in dit ding. Nou, en dan als je gewoon kijkt even naar de Martells, dat vond jij was gewoon, ik vond dat meer een afmaken van een verhaallijn. Ja, dat is klaar. Nou, alleen, ja, ik zei een dat sterke ik, wraak. Ik heb nog een optie gemaakt. Ja, het zou nog terugkomen. Als Bran het overleeft, Bran moet ik zeggen. Bron. Dat die is ooit door deze Sand Snake ooit gered. Ja. Dus hij kan een wiedergoedmaking maken door haar te redden. Alleen hij moet dan al die gifveten afhalen. Maar hij is handig, dus... Ja, dat zou kunnen. Maar kan hem ook zijn kop kosten. Ja. Denk niet dat hij zo ver zal gaan. Denk het ook niet, maar het is een... Het zou een heel grappig zijn. Ja, en als hij dan vrijkomt, dat zou alsnog... Dan is zo helemaal woedend. Dan heb je echt Dorn 300% op je dak. Ja. Dan kan ze alsnog misschien dingen vermoorden. Cersei. Dat zou dan heel goed kunnen. Met haar eigen gif. Dat denk ik ook wel. Dat zouden we het laatste zijn, al ging ze dood. Je moet wel toegeven, het was wel een zeer sterk stukje wraakactie van Cersei. Ik vond het mooi, op zich zou het heel mooi uitgedacht. En zij krijgt de kans en zij doet het helemaal. Alleen, het gewoon hoe na. Je het ook kan bekijken, want wat Oberyn deed bij de Mountain, was hij maakte zijn prooi niet af. Ja. Hij wachtte en hij ging kijken hoe goed ik ben. Ja, en wat doet Cersei nou? Hetzelfde. Daarom is die geeft gif wat... maanden, jaren kan duren voordat hij dood is. Dus eigenlijk precies hetzelfde. Nou kan het in haar gedachten zijn, kijk eens hoe slim ik ben, ik doe precies wat er met je man is gebeurd. Maar het kan ook tegen de werken, zoals bij Oberyn deed. Ja, daar is natuurlijk Game of Thrones natuurlijk echt heel sterk in. Is door steeds dingen... Die plot twist. Nou, steeds twist, En dan, nu er zijn dus twee dingen. Dus, dan kan dus in dit geval kan die Bran kan dan degene zijn die het gaat uitvoeren. Ja. En dan is het toch... Maar ja. Het kan ook de ondergang worden, of het is gewoon een mooie... een goede verhaallijn die beëindigd is. Ja, en dan even terugkomen van de Greyjoys, even kort, met Yara. Wat gaat ermee gebeuren? Het zal niet veel soep zijn. Dat is denk ik wel een martel speelgoed van Euron. Het wordt een nieuwe Reek, denk ik. Misschien gaat hij daar ook Reek van maken. Dat alleen hij, dat is meer een Ramsay-ding, maar hij is gekker dan Ramsay. Ja, dat zei ik ook nog. Hij is meer bloeddorstige Viking. En Ramsay was meer... Mindgame. Ja, gewoon psycho. Ja. Oké. Nee, dan gaan we naar het laatste onderdeel van ons gesprek. En dat is altijd de vooruitzicht naar de volgende aflevering. Ik wil nog wel even iets zeggen. Wat gaat er gebeuren met Theon? Oh ja, Theon. Want als die terugkomt dat naar Danny... De lafaard van... Danny zal niet blij zijn deze met aflevering. Ja, niemand zal blij zijn met eigenlijk wil deze praat zo erg. Ja, hij stelt niks meer voor. Maar... Wat zal er met hem gebeuren? Want als hij nu terugkomt... Ze weten dat de hele vloot weg is. Dus niet alsof hij komt met... Jongens, help! Nee, het is gewoon... Reek is het gewoon weer. Ja. Ik denk dat hij misschien door zijn eigen mensen nog een keer flink wordt aangepakt gaat worden. Ja. Dat zou kunnen.
Dat, het, dat ze hem gewoon... Nou, kijk, je moet ook beseffen, van, wat, doet die, wat doen die overige Greyjoys? Het zijn er niet veel. Tenminste, niet, tenminste de overige Greyjoys die aan Yara de kant stonden. Ja, zijn. Het zijn er maar een paar. Ding is de Spider had het over 2 of 3 schepen, inderdaad. Ja, die kunnen genoeg, die kunnen helemaal. Dus ik denk, sowieso, dat zij niet blijven bij Daenerys. Want zij hebben gewoon helemaal geen leiding. Ze stonden eerst achter Yara, maar die is gevangen genomen. Dus ze hebben letterlijk geen leiding. En als ze naar Euron toe gaan, dan zijn het verraders. Dus die worden dan gedood. Ja. Het kan zijn, je krijgt die opdracht dat ze met Jon Snow dat ze naar het noorden toe gaan. Dat hij daar misschien al meegaat, omdat het toch een halve suicide missie gaat worden. Voor hem? Ja, ook, ja maar die Greyjoys zijn niet verplicht trouwen. Nee, maar hij kan niet daar blijven bij zijn eigen manschappen, die vertrouwen niet meer. En hij heeft redelijk wat om sorry voor te zeggen tegen de Starks. Dus ik denk dat hij dat niet doet. Ja, maar zou hij dat wel doen dan? Nou, dan zou hij waarschijnlijk gewoon weer bang worden. Ja. Of hij zou dan net dat ene punt krijgen waarin hij dan weer Jon Snow's leven redt als een waarschijnlijk, soort laatste. Maar goed, Game of Thrones is altijd vol verrassingen. In principe ligt het nu in de lijn der verwachtingen, vind ik dan. Ja. Dat Theon nog wel 1 heldendaadje, maar dat is gelijk zijn opoffering. Ja, ja, het is nu eindelijk. Maar dat is in de lijn der verwachtingen. En zoals Game of Thrones altijd gaat, dus dat wordt er keihard onderuit gehaald. Ja. Dus hij komt gewoon op de Iron Throne. Hij gaat gewoon winnen. Nee, dat niet. Hij gaat gewoon winnen. Dat zou een stunt zijn. Ja. Ja, daar heb je niks aan, want hij kan zich niet voortplanten. Dus als hij dood is, hebben we weer een oorlog. Ja. Meteen. Ja, dus dat heeft helemaal geen nut. Dus dat gaat nu worden. Ja. Oké, dan gaan we nu wel, vind ik, naar vrij blik. Ja. We hebben natuurlijk even kort die trailer gezien. Het was zojuist altijd 20 seconden. Het was redelijk kort. Maar ja, weet je, het is, we kunnen er eigenlijk niks meer van zeggen, want we zijn natuurlijk vorige keer ook enorm op het verkeerde been gezet. Ik vertrouw ze niet meer. Nou, ik denk dat we nu iets minder naar de trailer, tenminste als voorspelling naar de trailer moeten kijken. Ik bedenk me nu eigenlijk ineens dat al die seizoenen beginnen vanaf, ja, maar dit seizoen heeft maar 8 afleveringen, dus dat 7. Is anders. 7 afleveringen is anders, want in de voorgaande seizoenen was aflevering 8 een van de grootste veldslagen dan van het hele seizoen. Ja. Dat kan nu niet meer, dus het zou iets vervroegd moeten zijn. Maar die komt er wel, dat het zo'n veldslag bijna een hele aflevering duurt. Moet gegarandeerd komen dit seizoen. Ja, en wat ik hoorde was dat jij waarschijnlijk toch 4 gaat worden. Ja, 4? Ja. Het is wel heel mooi, zo'n halverwege. Ze willen namelijk, kijk, ze hebben natuurlijk wat je vorige keer over had, ze hebben nog heel veel winterscènes opgenomen. Ja. En die moeten dan de tweede helft van dit seizoen plaats gaan vinden. Ja, want als een soort bouwwerkje daar. Dus dit moet eigenlijk, ik denk dat dit gewoon wat is het, Field of Fire gaan krijgen. Dus dat nu het grote slag. Dit heet de Tribute, Queen's Tribute. Precies, ja. Maar het wordt in ieder geval, dus ik denk dat nu die slag gaat komen tussen Daenerys. Ja. Met haar draak en de Dothraki. Ik denk wel dat dit meer tijd op gaat vullen dan Casterly Rock met z'n 2,5 minuut we hebben om te pakken. Ja. Dan gaan mijn schepen, oh shit. Hoor je ook niet terwijl je bezig bent. Maar ja, ik denk wel dat. En dat de Lannisters en de Tarly's, mochten die er dan toch aanwezig zijn, redelijk wat pijn gaan ondervinden. Ja. Want ik denk, dit is merendeels van hun leger. Dit is hun leger. Dit is hun ze hebben nog troepen in King's Landing. Ja. Maar ja, het is niet dat. Het is veel. Dat is gewoon een voornaamste leger. Dit is een grootste leger. Dit is een grootste leger, ja. Je had een klein detachement. Hij heeft zelfs mensen uit Casterly Rock gehaald om erbij te voegen. Ja, dat is helemaal vol. Ja. Wat trouwens dan, als dat het leger is, is het niet bepaald een groot leger. Nee, maar ze hebben alle seizoenen hebben ze zoveel gevochten, dus ze zijn gewoon te ze gebruikten altijd andere mensen. Het zijn altijd van die proxy-oorlogjes. Nou, behalve tegen de Freys hadden ze. Ja, maar niet tegen Rob. Tegen Rob hebben ze echt oorlog tegen gesteden. Ja, en toen kregen ze op hun dak. Ja, daarom hebben ze verloren steeds de veldslagen tegen Rob. Ja. Dit gaat pijn doen. Ik denk dat dit de eerste echte overwinning wordt voor Danny. De shirt zoals ik de laatste keer dat ik het kan dragen. Nou ja, het bloed eromheen is wat toepasselijk. Ik denk gauw genoeg. Dat ligt aan Tyrion blijft toch staan. Dus het huis blijft wel bestaan hoor. En wie is een bastard? Nee. Nou, in de ogen van zijn vader was dat een... Ja. Hij heeft de naam. En hij heeft zich aangesloten bij de Targaryens. Dus hij mag zich geen Lannister doen. Ja, maar daarna wel. Als hij eenmaal... als hij gewonnen heeft, misschien wordt hij dan wel de Warden. Hij wordt Lord. Ja, Lord, hij wordt waarschijnlijk Hand of the Queen. Hand of the Queen. Ja, plus. Maar dan mag je wel... Maar je mag geen titel hebben, toch? Jawel. Ik dacht... Alleen Tywin was dat ook. Ja. Tywin was Lord of Castle Rock. Alleen de Kingsguard niet. De Kingsguard mag dat niet. Klopt. Dat was de reden waarvoor de Mad King Tywin had gedist door Jamie. Dus we denken dat het volgende eigenlijk 4 moet het worden. Ja, ik hoop het dan dat het toch echt... Maar het is raar. Het is raar dat als 4, als die veldslag op de grond het grootste wordt, dat er dan niks met King's Landing gebeurt.
Je zou toch denken, het einde ja, allemaal, nee. Bam. Maar dan denk ik, en dat denk ik nog steeds, kijk, je hebt die grote veldslag. Dan denk je, okay, jongens, we gaan het nu oplossen. Hmm. Maar ondertussen gaat natuurlijk Jon Snow naar Noorden toe. Ja. En die komt met bewijsvoering terug van, ja, kijk eens, ze bestaan wel. En maar dan wordt... zou Cersei in al haar gekte en nou ja, dat moet wel. En... Nee, maar dan kan niet anders. Want ze, kijk, uiteindelijk is ze natuurlijk wel de koningin. Maar als al haar vazallen zeggen van, wow, dit is gevaarlijk, dan kan ze ook niks doen. Uiteindelijk... Ja, want ze heeft zelf geen... Daenerys heeft wel het overduidelijke kenbaar gemaakt dat ze niet zomaar King's Landing wil aanvallen. Dat gaat ze me gegarandeerd winnen, maar dan... Alle Queen of the Ashes. Ja. De burgers die vallen allemaal neer dan. Dat is eigenlijk toen Tywin King's Landing binnenviel nog onder de Mad King. Ja. Hetzelfde, raised the city, dus er was niks meer van over. Nee. En dat zou Daenerys dus nu ook kunnen doen, doet ze bewust niet. Is ze wel al beter dan de vader en Cersei? Ja, precies. Het is heel moeilijk in te nemen, die Red Keep. Dus heeft het zin? Nou, niet echt. Maar wat ik denk eigenlijk wat er gaat gebeuren op King's Landing, als daar niet de grootste veldslag gaat plaatsvinden, wat dus ook denk ik dus inderdaad niet zal gebeuren, maar als ze het gaan belegeren, denk ik dat Cersei nogal meer fire in de kelders heeft liggen. Ja, dan verandert zij in een nieuwe Mad King. Ja, maar dat is altijd zeker. Maar dat is ze nu al, maar ook qua daden. En dan krijg je natuurlijk het verhaal dus of Jaime dan wel of niet gaat ingrijpen. Ja, maar ik denk juist dat misschien wel King's Landing niks meer van overblijft. Ja, kan. En nog even één personage die we heel stiekem heel kort zagen in die trailer. Dat is Arya. Die zal waarschijnlijk ook komende aflevering... Langzaamste personage van Game of Thrones op het moment. Er kan een vloot halve wereld om voordat zij thuis is. Ja, maar dat is ook een aparte dynamiek gaat er dan komen. Ja. En daarbij wordt het weer, even terugkomen naar Littlefinger, wordt het weer een lastige pion die moet omzeilen. Nou ja, als Bran vertelt aan Arya wat hij heeft gedaan, dan is het helemaal dood. Dus gewoon binnen een minuut zie je het dan gebeuren. Ja, dus dat kan heel leuk worden. Ja. En dan zie je Arya als gewoon die weer vermomd als een grote lord of zo. Als Sansa. Als Sansa, dat kan ook wel, dan wil afmaken. Hé, maar we gaan nu weer te veel speculeren. Ja. Ik ga jullie weer bedanken voor deze aflevering. Kijkers. U ook weer bedankt voor het kijken. Hopelijk weer tot volgende week. En tot ziens. Doei.